Hexagon Metrology is een onderdeel van Hexagon AB. Dat is een Zweeds bedrijf. Die heeft in alle werelddelen vestigingen en productielocaties. En in de Benelux hebben we ervoor gekozen om een precision center neer te zetten. En een precision center betekent eigenlijk dat we van hieruit producten kunnen demonstreren. Maar dat we ook hier scholingen kunnen geven en dat we eigenlijk de hele Benelux-markt vanuit deze locatie kunnen bedienen. Onze dienstverlening die behelst eigenlijk het complete traject van een beoordelingsfase tot uiteindelijk de after-sales service. En daarmee bedoel ik dat wij een stukje advies geven aan onze klanten hoe dingen op te meten. Dan proberen wij daar een passende oplossing voor te bedenken. Op het moment dat een klant een systeem van ons heeft gekocht, waarmee hij zijn controles uitvoert, zijn metingen verricht, kunnen wij daarna ook de after-sales aanbieden. Dus wij kunnen het onderhoud doen, de kalibratie, reparatie, scholing, eigenlijk alles wat erbij hoort, het hele gamma van A tot Z. Het productengamma van Hexagon Metrology is eigenlijk ook het hele portfolio aan meetmiddelen voor dimensionele controle. Dat is ontzettend breed. Dat begint eigenlijk gewoon bij de kleine handmeetmiddelen, de schuifmaat. En dat loopt door naar complete inline 3D meetmachines die zowel contactloos als tastend kunnen meten. Dan zitten daar elementen in richting microelektronica, dat we bijvoorbeeld optische meetsystemen verkopen die een gedeelte van een micron kunnen opmeten, dus een gedeelte van een duizendste millimeter. En het andere uiterste is dat wij draagbare systemen verkopen, bijvoorbeeld lasertrackers, waarmee wij hele grote objecten tot 160 meter kunnen opmeten. Nou, dan zitten we natuurlijk niet meer op die submicron nauwkeurigheid, maar dan meten we gewoon ontzettend grote delen, complete vliegtuigen of delen van vliegtuigen of treinen. Als u een product bij ons koopt, staat daar nooit Hexagon Metrology op. Er staat altijd een ander merknaam op, bijvoorbeeld TESA, bijvoorbeeld Lights of Leica. En dat heeft ermee te maken dat wij een beursgenoteerde onderneming zijn. We hebben die bedrijven in het verleden overgenomen. Maar we respecteren wel het bedrijf als zodanig dat het nu nog steeds voortbestaat. Alleen het wordt gevoerd onder de Hexagon-vlag. Het zijn dus dochterondernemingen van ons. Maar ze hebben nog wel een eigen identiteit. En daarom ziet u bij ons heel veel verschillende merknamen. Maar uiteindelijk is het één bedrijf. Wij kunnen bijvoorbeeld een meetmachine van DEA kunnen we uitrusten met een Lights-tastsysteem. Een Lights-machine kunnen we bijvoorbeeld uitrusten met een TESA draaizwenkop. Onderdelen van de verschillende fabrieken worden eigenlijk gemixt en worden ook in elkaars toepassing gebruikt. En misschien nog wel het belangrijkste is dat alle systemen bij ons werken allemaal op hetzelfde softwareplatform. En dat is een heel groot voordeel. Hier op lokaal niveau proberen wij zo goed mogelijk input te leveren, goed naar onze klanten te luisteren en deze input te verwerken in de communicatie richting onze R&D-afdelingen. Die wereldwijd samenwerken en op die manier proberen we niet alleen de concurrentie voor te blijven, maar ook gewoon een goed product aan onze klanten te kunnen bieden. Want ja, de eisen worden steeds scherper gesteld door onze klanten. Ik denk dat de grootste kansen in de Belgische markt voor Hexagon Metrology liggen bij de KMO's, waar we ook mee in contact proberen te komen, omdat bij de bestaande relaties, KMO-bedrijven in België, zien we dat we gewoon op een goede manier hun kunnen bedienen en dat we goede oplossingen voor hun kunnen bieden. De hele grote spelers die hebben ons ook al gevonden toen we nog niet in de Brainport-regio zaten, toen we zelfs nog geen Benelux-vestiging hadden. En op dit moment hebben we die wel en ja, nu is het voor ons eigenlijk ook tijd om ons op de KMO's te richten. Omdat dat toch de trekkers zijn van de Nederlandse, maar ook zeker van de Belgische economie.